De politieke partij Partij Alhoer kreeg geen vergunning van districtscommissaris Ajay Kumar Kali voor het houden van activiteiten in verband met de herdenking van de Javaanse immigratie om 9 augustus aanstaande in het district Kommewijnen te Mariënburg. De vergunningsaanvraag is om politieke reden afgewezen, zei PL-voorzitter Paul Somohardjo vandaag op een persconferentie. De partij voelt zich hierdoor genoodzaakt om uit te wijken naar het Openluchtmuseum te Nieuw-Amsterdam. Volgens Somohardjo heeft de King Ingi Boy, daarmee doelend op president Desi Bouterse, geen draagvlak meer onder de inheemse en wil hij nu richting de Javaanse gemeenschap gaan. De organisatie vindt in dezelfde omvang plaats, alleen is de locatie nu het Openluchtmuseum te Nieuw-Amsterdam. We hebben vanaf juli de vergunning aangevraagd. Dat zonder enig argument hoorden wij, een telefoniegesprek met mevrouw Bint, dat gaat ingaan, ja, dat de vergunning niet gegund wordt. Op grond waarvan? Omdat de staat daar gaat organiseren. Het is toch uitdagend, is toch provocerend. En daarom zeggen wij, jere ja, ono su trobi, uno ano trobi man, uno ano kiri man, uno ano man die we misleid, una sociaal. We praten de Oruman. Je moet zo stoppen dat wat. Je moet stoppen, no, no. Naar de Oruman helaas. Naar de Wonjoa helaas. Want jaarlijks aan dit. Plots aan dit. Omdat we die Ingi Boy organiseren. En dan zeggen wij, gelukkig hebben wij Volksmuseum. Openluchtmuseum. Daar gaan wij centraal gaan doen. Dat betekent, alles wat wij gepland hebben in Mariënburg. Want we hadden meer dan 15 muziekformaties. Nieuw-Amsterdam gaan overgeplaatst worden naar Nieuw-Amsterdam. Gelukkig is voor het museum groot. Heel groot. 4-5 hectare. Dus er zijn openluchtmuseum. Voldoende plaats. Dus ik wil zeggen aan de Wongjowo, vrees niet. Alles komt terecht. Het is al terecht. Ja. Met of zonder boycott. Met of zonder Jensen, met of zonder vergunning. Wij gaan organiseren de Day One Omjo op 9 augustus in Nieuw-Amsterdam.